serieuze vragen allemaal. Komt er ook een soort blooper variant? Ja, die krijgen een eigen video. Moet ik zeggen. Buik in te houden, adem in te houden. Snijden we wel. Wat is het niveau? Je mag nog iets meer naar mij kijken. Dan zie je nog even... Ja. Voor de camera. Hallo kijkers. Ja, ik begrijp wel dat er niet terug zakt. Nou, begin al bij de makkelijkste vraag hoe je heet en wat je doet. Ik ben Beatrice en ik ben bij Noordhoff Productie. Nee. Dus alleen je voornaam. Ik ben Lisanne Luning. Ik ben Saskia Tigelaar. Harmen Sopper. Even inkomen hoor. Dat was allemaal niks. Ja, dat is ook gewoon heel veel over vertellen. Nee, ik nooit. En jij nooit? Nee, jij lacht wel weinig. Je moet wat meer lachen. Ja. De vraag is, hoe kunnen wat bieden wij zitten? Oké. Even denken hoor. Ik kom nog niet zo soepel eruit. Wat maakt werken bij Noordhoff leuk? Deze vraag hebben we al gehad, toch? Dit is een zinstinker. Ja, oké, dit is niet de bedoeling dat we het korter beantwoorden. Mirjam, korter, korter! Zeg je dit ook als ik te lang word? Dan... Ja. Dan blijven 2 seconden van over. Top! Haal hem eruit. Ah, iets korter! Ik moet herhalen. Ja, ik moet herhalen. Ja. Leuk om te werken bij Noordhoff? Ja. Oh, het is heel leuk om te werken bij Noordhoff. En action. Ja. Is het niet domino? Domino of drakenbootrace? Oh, ja. Dombo of drakenbootrace? Dombo? Wat is Dombo? Dombo! Woe! Domibo staat er. Babi Pangang of Fujonghai? Babi Pangang. Traplopen of lift? Lift. Nee, traplopen. Ja. Je staat altijd in de lift. We zijn echt Jin en Jan. Ja. Nou, dat is niet zo vaak met elkaar eens. Nee. Iemand thuis laten voelen, haal ik eerst samen met koffie of thee, of wat je wil. Ik stuur ze niet aan. Ja. Alle mensen die solliciteren, wees lekker jezelf. De meest cheesy tip die ik zou kunnen geven is gewoon lekker blijf jezelf. Wees gewoon vooral jezelf. Mag jezelf zijn. Je mag jezelf zijn. Ja. Zo? Nou, dat doe ik nooit. Nee, überhaupt niet. Wees jezelf. Wat heb je daar nou aan? Daar we ook wel energie uit krijgen is wanneer er dan weer een product klaar is. Geeft het vaak wel eventjes zo'n kick en dan denk je eventjes van nou, nu is het tijd om 3 maanden op vakantie, want dat heb je nu verdiend. Maar nee, de maandag daarop gaan we gewoon weer door.